Vandaag is het dinsdag 26 september en hebben we de 31ste bijeenkomst van de Tilburg University Society hier in de Sociëteit de Witte te Den Haag met twee eminente sprekers, professor Paul van Geest en doctorandus Piero Overmars. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Faculteit en vicedecaan al daar. En die zal het hebben over vertrouwen. Vertrouwen versus wantrouwen. Deugden versus ondeugden. Dan zal daarna de tweede spreker, doctorandus Piero Overmars, voorzitter van de Goldsmeding Foundation, het geval hebben over de kernwaarden van de Goldsmeding Foundation. Waarbij hij de dienstbaarheid van de economie aan de samenleving en aan de mensheid zal uitleggen. Mijn opdracht was om te spreken over geloof, hoop en liefde. Ik dacht op een gegeven moment, nou ja, misschien is het toch goed om stil te staan bij de fundamenten van die drie deugden, de theologale deugden, en dat is het vertrouwen. Nou, wat ik hoop te gaan vertellen tijdens het diner is, nou, wat zijn nou de Bijbelse bronnen? Het Bijbels fundament van het begrip vertrouwen. Hoe werd in de schrift vertrouwen in mensen en in zaken geïntensiveerd? Dan trek ik een lijn naar het bedrijfsleven, want ja, de meeste Tilburgers die gaan toch vanuit de economiestudie het bedrijfsleven in. En dan vraag ik me af, ook mij baserend op Tilburg onderzoek van Sylvester Eifinger en van Bart Notenboom bijvoorbeeld, hoe intensiveer je nou vertrouwen in het bedrijfsleven, in de omgang met elkaar, in de producten die je levert, et cetera. Dus mijn verhaal zal gaan eigenlijk over een hele basale grondhouding die je eigenlijk moet hebben als je met anderen omgaat, en dat is het vertrouwen. Ik ga het vanavond hebben over het werk wat we doen in de Goldsmeding Foundation. En daar staat het centraal stellen van de liefde in de economie eigenlijk op het voetstuk. Dus ik ga vertellen over hoe we dat proberen te doen, waarom we dat proberen te doen. Omdat wij denken dat er een betere wereld ontstaat als mensen leren om vanuit het belang van de ander en de liefde voor de ander te opereren dan vanuit het eigen belang. En dat mensen zich afvragen van welk grotere geheel ze eigenlijk een onderdeel uitmaken. En dat is niet een heel voor de hand liggende vraag waar mensen mee bezig zijn, maar wel heel belangrijk om die veranderingen in de samenleving teweeg te brengen die wij denken dat er moeten komen.